Yes, wat up mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kevin. Zoals jullie zien zit ik in het spelletje Rocket League. Maar vandaag gaan we iets speciaals doen, namelijk een crate battle tegen Richard. Hallo. Richard's Twitch staat in de beschrijving om mee te beginnen. Jullie zien aan de linkerkant zien jullie mijn scherm. Aan de rechterkant zien jullie Richard's scherm. Een crate battle is heel simpel, je gaat crates tegen elkaar openen. Voor een x aantal punten en degene met de meeste punten die wint. Een rare, voor een rare item, een van deze, krijg je dus 1 punt. Een very rare van deze krijg je 2 punten. Imports krijg jij 3 punten van. Exotics krijg jij 4 punten. En voor een black market krijg jij 6 punten. Een certified of a painted item is een extra punt bij. En als jij een titanium white hebt, krijg jij 2 punten extra. En even voor de duidelijkheid, mensen die denken van, hey Kevin is een crate, king, hij gaat het waarschijnlijk hard verslaan, maar dat is niet echt heel waar, want ik heb white sommers gepakt. En ook meerdere black markets. Ja, ik heb in een jaar tijd al 25 black markets gepakt ofzo. Ja, mag aftellen. Oké, 3, 2, 1, jee! Nou Richard, vertel eens een beetje hoe, vertel eens wat over jezelf ofzo, lekker standaard YouTube 2016. Waarom moet ik hoeveel over mezelf gaan vertellen? Oké, goede start. Wat heb je gekregen? Ik heb een Certified Endo MG88. Ik heb een Skyblue Hexface. Oeh, Richard, nou mag jij af gaan tellen. 3, 2, 1, go. Oké, kom op, Black Market. Doe het. Wie vraagt krijgt niet. Dat is mij ook eens wel eens verteld. Nee. Wat heb je? Wat heb jij? Ik heb... Nee! Alsjeblieft! Nee, fuck off, wat heb je? Ik heb een witte Neo Thermal. Let's go! Nee! Dat is hoeveel? Dat is gewoon 5 punten. Wat? Fuck you! Ik zei toch mijn Great King? Oh. Ik heb een NGDA. Mutga. Oké, 3, 2, 1. Jee. No way. Holy shit, wat is jouw luck, ouwe? Mijn luck, jongen, het zijn twee items. Oh. Nee! Nee! Wat? Ik mis net een 20xx. Oh! Ik heb een Mutga. Oh, ik heb Certified Triplex. Oh, ik mis... Oké, oh kut, ik ben al begonnen. Start mij. Oh, ik doe het ook al. Oeps. Ik vind het niet fijn om met mijn controle te zitten. Controle is kut. Met Rocket League, met controle spelen is wel fijn. Met controle crates open is niet zo fijn. Oeh, lag spike? Oh. Mobo. Oh, lol, ik ook. Heb jij hem toevallig ook niet certified? Dat heb ik ook niet, nee. Doen we nog strijken? Ook nog een extra punt? Of? Misschien volgende keer. Oké, ben je klaar? Ja. 3, 2, 1, jeet! Oké, oh, maar dat is wel kut, ouwe, als je net de 20xx mist. Of als je grijze drekels krijgt in plaats van witte. Yay, stickerbom! Yay, mobo! Yay, certified! Godverdomme. 3. Nee, wacht! 1. Ben ik klaar? Ja. Okay. Ga maar. Ik had hem ook gedaan hoor. Oké, nice. Neem even weer een mooi bangetje. Big money man. Buskill. Stickerbom. Painted en dat is grijs, gadverdamme. Nou, dat is... Nee, wacht maar. Eigenlijk als je dus wit tijd en white krijgt, dus 5, dan heb ik 6 punten die Neo Thermal, niet 5. Ah, dat was painted en dat is... Dus dan heb je nog een extra punt voor painted ook nog. Ah ja. Oeh! Het is dus 2 puntjes voor de buskill, dat is even iets. Nou ja. Ik heb stickerbom 1 punt. Oké. 3, 2, 1. Go. Jut! Jut! Die faalde. Die faalde een klein beetje, maar oké. Okay. Best wel. Maar maakt niet uit, het mag vandaag. Nee. Nou, ik heb een Takumi Vector. Ik heb een Jiangshi. Gianni. Hoe niemand weet hoe die überhaupt met uit moet spreken.
Twee puntjes alweer. Zullen we dan eens bij de 10 even tussen gap houden? Kijken hoeveel punten we elkaar hebben? Ja, is goed. 3, 2, 1. Jeet! Kom op. Ik zit nu bij 8. Jij ook bij 8? Ja, dit is mijn 8ste. Oké, nice. Top, goede kreet. Ik word gebeet! Ik krijg een Diangshi, dus niet zeuren. Ik krijg een buskill, dus niet zeuren. Hey, Peanut Certified! Oh, kut kind. Oké, 3, 2, 1. Jeet! Ja, Tora, die hoeven dus even maar niet. Ik had een keer, krijg ik weer een Black Market een tijdje geleden, was het een Tora. Zo van, ja, maar dat ding is 2 keys waard. Ja, ik heb het ook zo vaak gehad. Oh, lekker. Oké, nice, decent. Oh. Ik heb certified fireplugs. Ik heb een normale buskill. Waar is mijn dat geluk zijn gebleven? Nee, dat zijn 3 punten voordat ik het even verkeerd doe. Fireplug certified, het is very rare 2 en 3. Ja, dat klopt. En klaar? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, ik zie nu pas dat ik buskill heb geselecteerd op mijn auto. Oeps. Dat is toch wel mooi. Geef even bubbly. Kan ik een mooie auto maken. Hey, welkom. Net even nieuw thermal. Oeh. Welkom, vierde plug. Nou, weer één puntje, weer één punters. Ik geef even een keer wat goed. Geef op z'n minst een fucking exotic. Oké, recap even voor het aantal punten. En dan doe ik inmiddels weer even mijn heatwave op mijn auto. Ik heb 17 punten. Jij? 21. Oeh, close. Even snel mijn hoofd even overrekenen. Oké, kunnen we weer verder? Ja, voor het geval heb ik misschien wat misgeklikt. De laatste 10 crates, jongens. 3, 2, 1, jee. Oké, alsjeblieft. Oké, weet je wat? Geef gewoon iets moois aan mij. En geef ook eens iets leuks aan Richard, want waarom niet? Stop! Ja! Wat? Yes, dit is goed voor punten. Alsjeblieft, wees certified. Nee! Wat heb je? Draco. Kut, sorry. Ik krijg alleen maar die 1 punters. Draco is 4 puntjes. Ja man, hou op. Yes. 3, 2, 1. Jeet. Alsjeblieft, laat dit niet zo'n aflevering zijn waar mijn luck gewoon compleet door de play gespoeld wordt. En dat ik gewoon geen Black Market krijg. Krijg ik wel. Nee. Oké. Hij is painted, let's go. Dat is wat? Purple, gok ik. Ja, mijn MDGA. Wat heb jij? Ik heb... Mijn pen doet het niet. Heb we geen power-ups, Kevin? Nee. Jammer. Oké, ik heb een hexface gekregen. Oh, is hij painted? Nee. 3, 2, 1. Jeet! Jij doet redelijk snel. Ja, op zich. Neem je 13 heb ik nu. Heb je dat ook? Dit is nummer 13. Voordat we een gemist hebben. Ik word weer gebeet met de 20XX! Gast, ik heb een mobo, wat lul je. Ja, wel ik ook. Het. Ja, ik niet. Ik weet niet of is dit Burnt Sienna? Het is vast wel Burnt Sienna, is lelijk. Moet even kijken. Zullen we gewoon voor de volgende aflevering doen Burnt Sienna is een puntje eraf? Nee, fuck off. Puur omdat het shit is. En dan zul je zien, krijg ik alleen maar Burnt Sienna dingen. Ik krijg een Burnt Sienna, 2 keus. 2. Nee, wacht. 2. Nee. Ja. Ja. Ga verder. 1. Go. Kom op. Nog 6 crates. Psionic. 7, toch? 7. Als het goed is. Kan. Oké. Niet verkeerd. Weer een Jiangxi. Painted certified, maybe? Certified, hey, certified! Go. 2 puntjes weer. Nee, ik 2 punten. Alleen maar shit items. Maar gaan we ook trade-ups doen? Ja, we kunnen trade-ups wel doen. We gaan trade-ups doen. Oké, 3, 2, 1. Jeet! Nou, ik heb echt best wel veel items heb ik al van de Hexface qua kleurtjes. Ik heb volgens mij ook al pink. Lol. Ja man, stickerbom, dat heb ik nog niet gehad. Het gaat van mijn scherm af, alweer.
Certified, dat vind ik, dat vind ik wel prima. Minder zakelijk, minder zakelijk. Ben je klaar? Ja. 3, 2, 1, go. Yo. Trouwens, we gaan deze serie gaan we om de maand voortzetten. Voor de mensen die het willen weten. Dus druk even op het duimpje omhoog als je dit leuk vindt. En als ik een black market moet krijgen. Ja! Ja, 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 ja! Serieus? Fuck yes! Wat heb ik je? Ik heb Tora! Dat is voor het eerst dat hij blij is met een Tora. Ja, jongen! Maar eigenlijk vind ik dat dat geen 6 punten waard is. Ja, het is een black market. Ja, dat ding is... Dat ding is meer punten waard dan dat het keys waard is. Dat klopt. Maar ja, alsnog... Maar geluk blijft voortzetten, jongens. Yes! Oké, okay, nice. Oké, okay, maar nu moet je opletten. Nu jij zo hype bent... Oh, ik ga ook iets leuks krijgen. Ik weet niet okay, wat. Oké, 3. Maar ik ga wel toch... Ik ga hopen op iets goeds. 3. 2. 1. Jeet. Waarom heb jij zoveel geluk, jongen? Gewoon van, ja, Black Market, op het moment dat ik erover aan het lullen is, krijg je ja. Die ja, tuurlijk krijg ik Black Market. Dit spel houdt van mij, alleen niet in ranked. Ja, oeh. Buskill. Oeh, Endo MG88. Gewoon niks, gewoon weer 1 punt. Even kijken, hoeveel 1 punten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb 8 keer achter elkaar en 1 punter gehad. Misschien af tot 2 punten met Certified of zo. Oh, rip. Oké, okay, 3, 2, 1. Jee. Ik begon lekker met die Neothermal, Titanium White en die Hexface Sky Blue. Alleen, daar hield het ook bij op. Ja, de Tora heeft wel de comeback gemaakt. Ja, maar we zijn nog niet klaar, hè? Nee, dat zeker niet. Ja, Mobo, top. Ja, Mutt gaat top. Geef wat tenminste Painted Certified, zodat ik er even wat puurs kan inlopen. Ja, Certified. Oeh, Painted! Godver! Ik heb nooit het inlopen, nog 2 crates. Ja, nog 2. Of we gaan nu weer een recap houden en dan te kijken hoeveel punten we hebben voor de laatste 2 crates. Ja, dat kan. Dat is goed. 6, 7... Hoeveel heb jij? 34. Ik heb 37. Oh nee! Ja! 3, 2, 1, jee! Ik heb echt een comeback nodig. Ik heb echt een fucking D-saver nodig. Ik ga helemaal stuk, jongen, als ik nog een Black Market krijg. Maar die ga ik niet meer krijgen, nee. Oh, krijg ik weer een stickerbom, jezus. En ik zie Bubbly onderin! Certified, nou. Ik heb Certified Buskill. Oh ja, ik moet nu een 4 punten halen. Ik moet Exotic of beter. Okay. Of ik moet witte import krijgen. De laatste crate. Oké, okay, komt ie hè. Black Market incoming. 3, 2, 1. Jee. Wat ga je met traders doen? Ga je dat ook eens punten mee rekenen? Nee. Dat is gewoon voor de lol. Kijk wie het beste item krijgt. Ja, Jiangxi, top! Ja, ik ook! Ik heb fucking 11 crates achter elkaar en rare gekregen. Ik heb hem certified. Nou, ja, dat betekent dat ik... 37 punten. Ik heb 41 punten. Je hebt zoveel zonder die Black Market dat je de 35 had. Waarschijnlijk wel. Of ook rond 37 of zo. Oh shit, nice! GG! Hey, strijken buskill, nice! Ik hoor wel aan jouw reactie wat het is, oké? Okay? Of ik heb gewoon geen reactie. Oké, okay, 3, 2, 1. Oh, je klikt op no. Oh. 3, 2, 1. Hou op! Nee! Nee, 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 nee! Lekker voor je! 3, 2, 1.